Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden of luisteraars thuis of elders. Hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door onze eigen predikant dominee Mulder. De schriftlezing vanmorgen is Job 3 en het thema van deze prediking is Uit diepte van ellende. Mededelingen van de kerkraad. Met ingang van vandaag wordt er weer met één collecte zichtbaar gecollecteerd in deze dienst. De collecte wordt gehouden voor tijdens het voorspel van de slotzang en ook zal er een QR-code getoond worden op de beamer, zodat ook per app een gave gedaan kan worden. Beneden collecteren de diakenen en op de galerij wordt de collecte door gemeenteleden gedaan. Collectemunten zijn op de eerste dinsdag van de maand verkrijgbaar hier in de kerk tussen 's avonds 7 uur en 7:30. Betaling alleen per pin. Eventjes voor de nieuwkomers en de gasten. De collectes worden dus beneden door de diakenen gedaan. Op 3 punten wordt een collectezak aangegeven. En dan van achteruit naar voren, dus doorgeven door de rij. En dan aan de mensen die voor je zitten. En halverwege worden ze ook weer opgepikt door de diaken. Deze collecte is niet ter vervanging van de bankcollecte, maar een aanvulling op. De diaconale doelen zijn vanmorgen voor de Evangelische Hogeschool en vanmiddag voor de Stichting Gaven. Deze doelen worden ook als gebedspunt aangedragen. De opleiding met de hogeschool richt zich met name op geloofstoerusting van jongeren. Een persoonlijke ontwikkeling en oriëntatie op de maatschappij. Voor deze onderwijsmissie geeft de overheid helaas geen subsidie. De EEH is dus deels afhankelijk van gaven van kerken en donateurs. Huwelijksaankondiging. Woensdag 12 juli hopen Tim Kema, Bergweg 41 te Veenendaal, wijk 5, en Heidi van Gerestein, Plantsoenstraat 51 te Renen, wijk 6, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3 uur in de middag in de Dorpskerk aan de Arnhemseweg 75 in Leusden. Dominee van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Toekomstig adres wordt Plantsoenstraat 51 in Renen. Vanmorgen na de dienst is er koffie en thee en voor de jongeren limonade in de hal en de aangrenzende zaal. Alle hartelijk welkom. Vanmiddag wordt er een doopdienst gehouden waarbij Rebecca Aria, dochter van Luc en Annelinde Zwart, gedoopt zal worden. Dominee van der Ree zal hierbij voorgaan. We beginnen deze dienst met het zingen van de schoolpsalm, psalm 43, derde vers. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Wreft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Als mens kan er heel veel op je afkomen. De afgelopen preken over Job heeft hij er iets van meegekregen, hoe zwaar een mens het kan hebben, en sommigen herkennen daar iets van in hun eigen leven. Soms kun je ook denken dat je best wel sterk bent, dat je niet zomaar zal vallen. Dat is in ieder geval wel wat de dichter van Psalm 30 dacht. We zingen straks het 5e, het 6e en het 8e vers, en dan begint vers 5 met: ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid, ik blijf staande. Maar dan vers 6: maar toen u slechts een ogenblik verbergde, trof mij vrees en schrik, toen werd het moeilijk voor me. Maar daar eindigt het niet, want vers 8 zingt dan: gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30, vers 5, 6 en 8.
Maar word ik ooit met bange vrees beladen, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Psalm 56, vers 2 en 4, nadat we samen geluisterd hebben naar de wil van de Heere voor ons leven, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en onderdacht, misbruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Thank you.
We mogen in het gebed tot God gaan om hem te danken en ook onze noden bij hem neer te leggen. En we zullen een aantal mensen in het bijzonder noemen. Waaronder zuster Van der Brink van de Willem Barendstraat 38. Omdat zij afgelopen week acuut geopereerd is aan haar arm vanwege een bloedstolsel dat daar naartoe geschoten was. De operatie is goed verlopen en er is dankbaarheid dat ze voor erger is bewaard. Ook de naam van broeder Priem van de Uiverstraat 198 noemen we. De ingreep aan de knie die is goed verlopen en hij mag nu thuis revalideren. Ook zuster Verhoef van de Kerkerwijk 134a. Zij heeft afgelopen dinsdag een operatie ondergaan vanwege een gebroken pols. De ingreep die is geslaagd, maar ze heeft nog wel veel pijn, met name ook aan haar rug vanwege de val die ze gemaakt heeft. En ze is nu opgenomen voor revalidatie in de Engelenburg. We willen ook bidden voor de kleine Bente Averink van de Marshallstraat 5 in Zetten. Er is intussen vastgesteld dat ze het syndroom van Leigh heeft. Dat is een ernstige stofwisselingsziekte waarbij de hersencellen beschadigd raken omdat ze onvoldoende energie hebben. Kinderen bij wie dit syndroom vroeg begint, zullen menselijkerwijs gesproken niet ouder worden dan 8 jaar. Je zult begrijpen dat het een zeer heftig bericht is voor Geerte en Hanneke. Met alles wat ze al hebben meegemaakt, zullen we samen tot God gaan. Genadige Heere, geprezen bent U, God, Vader van onze Heer Jezus Christus. U die in de Bijbel de Vader van barmhartigheid, van barmhartigheden genoemd wordt. En U die de God bent van alle vertroosting. U die ons troost in onze verdrukking, opdat wij anderen kunnen troosten met die troost die U ons geboden hebt. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht, omdat wij uw genade, uw barmhartigheid en uw troost ook vanmorgen weer nodig hebben. Want als wij als mensen in het aardse leven heel veel dingen van u mogen ontvangen die mooi zijn en goed, maar ook omdat we leven buiten het paradijs, Heere, dat er mensen zijn die leven in gebrokenheid, in beperktheid. Daarom is onze hulp en verwachting van U, de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die alles schiep, overziet en ook ons vanmorgen doorgrondt en kent. En dan willen we U allereerst danken, Heere, voor wat U ons hebt gegeven. Als we krijgen waar we recht op hebben, dan zouden we niks hebben. Maar U overlaat ons dag en dag met Uw gunstbewijzen, met Uw zegeningen. We vinden het een voorrecht om vanmorgen in de kerk te mogen zijn of om op afstand deze dienst te mogen meebeleven. Alle rust en vrede. Het eten is en drinken. We prijzen uw grote naam voor wat u ons daarin geeft. We danken u ook voor uw goede woorden. Die geboden van u. Die ons iets laten zien van uw hart. Dat u zegt, ik ben de Heere uw God. Dat u nou onze God wil zijn, Heere. Wat een wonder. Wij danken u daar hartelijk voor en wilt u er zelf voor zorgen dat wij meer en meer als uw volk zullen leven en dat mensen aan ons zien dat u een goede God bent. Grote God, wij danken u dat er ook vergeving is. De Heer, die goede geboden van u, die houden ons ook een spiegel voor. Heer, wie van ons heeft daaraan voldaan? U weet het. We vragen u om vergeving. We verootmoedigen ons voor u, beseffen dat we er geen recht op hebben. Maar weten dat er bij u genade te vinden is. Wees ons genadig, Heere. Toon ons uw genade. We danken u dat die er is. En leer ons daar ook uit te leven. Laat ons vanmorgen dan ook mogen groeien in de genade en kennis van u, Heer Jezus Christus. Geef een goede dienst, een gezegende dienst. Voor ons hier in de kerk. Voor de mensen op afstand. Geef uw zegen, Heere, als we na lange tijd weer er een fysieke collecte zal zijn. Heere, werkt u met uw geest in onze harten. Spreek tot ons. Weer de duivel van ons. En laat het zo een dienst zijn die is tot de glorie van uw heerlijke naam. We bidden u, Heere, voor de gaven die we mogen geven. Zegent u het werk van de Evangelische Hogeschool. Als er ook vanuit onze gemeente mensen bij betrokken zijn of mensen daar onderwijs hebben ontvangen.
persoonlijke vorming. We danken u daarvoor, voor wat u daarin geeft en hoe u dat gebruikt in uw koninkrijk. Gaat u daarmee door en zegent u onze gaven die we daarvoor mogen afzonderen. Machtige heren, wil u ook hartelijk danken dat de operatie van zuster Van der Brink, dat die goed verlopen is, dat ze voor erger is bewaard. Heren, het was schrikken dat het bloedstolsel zomaar ergens naartoe kan schieten. Heren, we danken u dat er snel gehandeld kon worden, dat die operatie dan ook goed gelukt is. U wilt u zijn bij onze zuster, bij haar man, bij het gezin. Heren, verblijd en zo met uw daden. We danken u voor uw sparende hand. Gaat u ook in de toekomst met en mee. Heren, gaat u ook mee met broeder en zuster Priem als de ingreep goed verlopen is. Dat onze broeder zijn knie weer kan gebruiken. Heren, helpt u hem alstublieft als hij mag revalideren. Dat is een heel proces. Maar als u erbij bent, heren, en als u het zegent, dan is het goed. Wilt u die zegen en dan niet onthouden. Wil u ook hartelijk danken, heren, dat de ingreep die zuster Verhoef heeft ondergaan, geslaagd is. Fijn, heren, dat dat plaats kon vinden, die mogelijkheden er zijn. En tegelijkertijd, heren, er is nog best een weg te gaan. De pols die moet verder herstellen, nog veel last van haar rug. We bidden u, heren, om uw zegen. U bent toch de heren, ook haar, heelmeester. Wilt u haar nabij zijn, als ze nu mag revalideren in de Engelenburg? We danken u hartelijk dat daar een plekje vrijgekomen is voor haar. En laat het tot zegen mogen zijn. Zorgt u voor onze zuster, voor haar man, voor haar gezin. Verheerlijk zo uw naam, ook in hun leven. Heer, we bidden u vanmorgen opnieuw voor die kleine Bente Averink. Weet de Heer dat we dat al heel wat keren hebben gedaan. In de tijd dat ze leeft. U weet, heren, dat er een diagnose gesteld is. Het syndroom van Leigh. En dat is schokkend. En heren, we komen tot u. Tot u die God die wonderen hebt gedaan. Die dat nog steeds kunt doen. Voor wie niks te wonderlijk is. Heren, dan kent u onze verlangens. En die leggen we dan bij u neer. Wetend dat u soeverein bent en almachtig. Maar dat u toch ook het gebed van uw kinderen wilt horen. Ontferm u dan over Bente, over Hanneke en Geerten. Schenk hen uw zegen en laat uw genade er elke dag en elk moment zijn in dit hele proces wat gegaan moet worden. Grote God, verblijd ons zo met uw daden. Troost ons en wees nabij. Heren, we bidden u, zeker als het gaat over Job, voor mensen die moeten lijden, voor mensen die iemand moeten missen, weduwen, voor weduwnaren. We bidden u voor mensen die wees zijn. We bidden u voor mensen die hun kinderen moeten missen. We vragen u om uw zegen voor mensen die lichamelijke pijn en ellende hebben. Wees nabij, heren, in psychisch lijden. U weet van onze littekens en de zorgen. Heren, en u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand geven. En dat willen we dan bij deze ook doen. Heren, zie onze moeite. Zie ons verdriet. Zie de zorg en moeite in onze gezinnen, families, in deze samenleving. Wij leggen het in uw handen. Heren, u weet hoe donker het was voor Job. En we bidden u daarom ook voor mensen die in de duisternis zitten. Geestelijk, heren, maar ook als de depressieve gedachten zijn. Wees nabij. Wees bij diegene die langdurig depressief is, die er heel gevoelig op is. Heren, ontferm u over ons als wij suïcidale gedachten hebben. Wees bij degene die wel eens over nagedacht hebben of een poging hebben gedaan om zichzelf van het leven te benemen. Heren, wees bij ons als we niet blij zijn met ons lichaam of met onze gerichtheid. Als er dingen zijn, gebeurd, dingen zich afspelen waardoor het leven voor ons zwaar is en we het niet meer zien zitten. Heren, we bidden u om uw ontferming voor mensen die worstelen met zichzelf, met hun omgeving en daardoor het leven zo moeilijk vinden. Grote God, zie ons alle aan in uw genade. Voor nu zelf vol dankbaarheid in de kerk gekomen zijn,
of iets herkennen van de pijn van Job. Grote God, we zijn als gemeente samengekomen. En wilt u dan naar uw belofte in ons midden zijn. En in onze harten werken met uw geest. Verbreek blokkades. Breng tot geloof. En versterk wat u zelf hebt gewerkt. Laat het zo zijn, Heere, dat het is tot de eer en de verheerlijking van uw nooit genoeg opprezen naam. Om Jezus wil. Amen. En jongens en meisjes, jullie zien op de beamer al iets verschijnen. Een plaatje. En eigenlijk zijn het twee plaatjes, hè? Een beetje naast elkaar. Op het ene plaatje zie je een cupcake, dat ken je wel, denk ik. En op die cupcake staan kaarsjes. En nu ben ik benieuwd, wat is nou een moment waarop je kaarsjes op een taart of op een cupcake doet? Wanneer doe je dat nou? Wat is een mooi moment om van die kaarsjes of cupcakes op zo'n taartje te doen? Ja, zeg het maar. Als iemand jarig is. Ja, misschien gebeurt dat bij jullie thuis ook wel. Als je jarig bent, dat er dan kaarsjes opgaan. Misschien eentje. Of misschien één precies met de cijfer van jouw leeftijd. Of evenveel als hoe oud je bent. En dan mag je ze natuurlijk uitblazen. Dat is feest. Maar het is wel een apart plaatje, want aan die kant zie je dat er kaarsjes op staan. En dat het taartje is. Maar de andere kant niet. Weet je waarom dat is? Omdat het vanmorgen gaat over iemand die zegt, ja, ik kan wel jarig zijn, of ik kan wel een keer jarig worden, maar ik wil het helemaal niet vieren. Als je jarig bent, dan vier je dat je geboren bent, en dat je het leven gekregen hebt. Maar ik ben er helemaal niet blij mee. Ik heb het zo zwaar, dat ik het helemaal niet fijn vind om te vieren dat ik leef. En dan hebben we het over Job, hè? Zie hem zitten? Job die is zijn bedrijf kwijtgeraakt. Al zijn dieren. Zijn kinderen. En hij zit op de puinhoop, gescheurde kleren. En hij heeft zweren, hij krabt zich met een potscherf. En nu gaan we iets lezen uit de Bijbel. Dat hij zijn dag vervloekt. Dat hij eigenlijk zegt, ik ben helemaal niet blij dat ik ooit geboren ben. Ik wil mijn verjaardag, de dag dat ik geboren was, eigenlijk helemaal niet vieren. Het is misschien een wat moeilijk gedeelte. Maar Job, die het zo moeilijk heeft, misschien kun je het wel begrijpen. Dat hij dan zegt, ik hoef dan geen taart en ik hoef dan ook geen kaarsjes. Zullen we samen gaan lezen? Uit Job 3. En als we Job 3 gelezen hebben, dan zingen we, in uw hand zijn mijn tijden. Verlaat mij in mijn leed, op u alleen die weet de maat en het einde van mijn lijden. Psalm 31, vers 12 en 19. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Job nam het woord en zei, laat de dag vergaan waarop ik geboren ben. En de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvangen. Laat die dag duisternis zijn. Laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen. En laat er geen lichtglans over schijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen. Laat wolken hem overdekken. Laat verduisteringen van de dag hem angst aanjagen. Die nacht, laat donkerheid hem wegnemen. Laat hij zich niet verheugen onder de dagen van het jaar. Laat hij in het getal van de maanden niet komen. Zie, laat die nacht onvruchtbaar zijn. Laat geen vrolijk gezang erin voorkomen. Laat zij die de dag verwensen hem vervloeken, die klaarstaan om de Leviathan te wekken. Laat de sterren van zijn schemering verduisterd worden. Laat hij wachten op het licht, maar laat het er niet zijn. Laat hij de oogleden van de dageraad niet zien. Hij heeft immers de deuren van mijn buik niet gesloten en de moeite niet voor mijn ogen verborgen. Waarom ben ik niet van de baarmoeder afgestorven en heb ik de geest niet gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam? Waarom zijn de knieën mij tegemoet gekomen? En waarom waren er borsten zodat ik kon zuigen? Want dan zou ik nu neerliggen en stil zijn. Ik zou slapen, dan zou ik rust hebben.
samen met de koning en raadsheren van de aarde, die voor zichzelf puinhopen opbouwden. Of met de vorsten die goud hadden, die hun huizen met zilver vulden. Of ik zou er als een verborgen misgeboorte niet zijn, als de kleine kinderen die het licht niet gezien hebben. Daar houden de goddelozen op met woelen, en zij van wie de kracht is uitgeput, rusten daaruit. Gevangenen hebben daar met elkaar rust. Zij horen de stem van de slavendrijver niet. De kleine en de grote zijn daar samen, en de slaaf is er vrij van zijn heer. Waarom geeft God aan een ellendige het levenslicht, en het leven aan bitter bedroefde van ziel? Zij verlangen naar de dood, maar hij is er niet. Zij speuren ernaar, meer dan naar verborgen schatten. Zij zijn blij tot jubelens toe. Zij zijn vrolijk als ze het graf vinden. Waarom geeft hij het levenslicht aan een man voor wie zijn eigen weg verborgen is en voor wie God de weg verspert? Want in plaats van mijn brood komt mijn zuchten en mijn jammerklachten worden uitgegoten als water. Want wat mij angst aanjoeg, is tot mij gekomen. Dat waarvoor ik beducht was, is mij overkomen. Ik ben niet gerust en ik ben niet stil. Ik heb geen rust. Er is onrust gekomen.
Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw, dan staat er mijn, misschien zingt u het wel met aanschouw zijn smart, haar smart, hun smart. Dat zingen we naar het amen van de verkondiging, Psalm 130, vers 1 en vers 4. En het thema van de preek is er ook aan ontleend, uit diepten van ellende. Drie punten, vloeken, vechten en vrezen. Vloeken, nou dat is wat je leest in vers 1. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. En dan volgen daar natuurlijk heel veel woorden op. Job, hij vloekt. Maar hij vecht, dat merk je bijvoorbeeld in vers 20. Hij vecht met God. Waarom geeft God aan een ellendige het levenslicht? En het leven aan bitter bedroefde van ziel? Hij vecht. En als derde, hij vreest. Of je zou kunnen zeggen, hij heeft gevreesd. Vers 25. Want wat mij angst aanjoeg, is tot mij gekomen. Dat waarvoor ik beducht was, is mij overkomen. Job zegt, ik vrees het er al voor. Ik was er al bang voor. Dus uit diepte van ellende, vloeken, vechten, vrezen. De gemeente van Christus, u die vanmorgen hier in de kerk aanwezig bent, u die op afstand verbonden bent, het is iets meer dan 2 weken geleden. Op een vrijdagavond, net over de grens van België, op het terrein van een festival genaamd Graspop. Op het podium staat de band met de naam Disturbed. De zanger David staat in tranen. Net zong hij nog een lied. Het lied met de titel A Reason to Fight. Een reden om te vechten. Een lied dat gaat over verslaving en depressie. Maar nu staat hij heftig geëmotioneerd op het podium. Na een tijdje neemt hij het woord. En met een brok in zijn keel noemt David een aantal muzikanten die overleden zijn door zelfdoding. Ze zagen het leven niet meer zitten. Ze zagen geen andere uitweg meer. En hij vervolgt, ik ben het zat om vrienden te moeten verliezen. En hij zegt, als ik het eerlijk ben, een paar maanden geleden was ik bijna één van hen. Hij zegt, demonen van verslaving en depressie zijn echt. Het zijn ziektes, niets anders dan kanker. Ze groeien binnenin je. Van buiten zie je het soms niet. Van buiten gaat het leven verder. Net als kanker is het niet je schuld. Hij steekt op een gegeven moment zijn arm omhoog. Hij zegt, mag ik aan handen zien? Wie er zelf wel eens geworsteld heeft met verslaving of depressie. Of als je iemand kent die daarmee geworsteld heeft of worstelt. En op het filmpje, waar een behoorlijk wat reactie is gekomen, zie je dat heel veel aanwezigen, oud en jong, hun armen opsteken. Men zegt, kijk om je heen, want je bent niet alleen. En dat zou ik vanmorgen als predikant, als gezant van Christus, graag ook willen zeggen. Kijk om je heen, want je bent niet alleen. En nee, ik heb niks met Graspop, ben er nooit geweest, ga er nooit naartoe. Wie bent zegt me niks, wie David is weet ik ook niet. Ik vind het vanmorgen ook niet gepast om te zeggen, als u er iets van herkent of iemand kent, steek uw handen op. Maar toch heb ik wel sterk de behoefte na het voorbereiden van dit tekstgedeelte om te zeggen, kijk om je heen, want je bent niet alleen. Want ook al ben ik nog niet heel oud, ben ik nog niet heel veel jaar predikant, intussen heb ik wel iets gezien van de impact van wat als je hiermee worstelt. Ik weet ook wat er uit onderzoeken blijkt. Dat een kwart van de Nederlanders te maken heeft gehad, zal krijgen met depressieve, kortere of langere perioden. En als je vanmorgen daarmee worstelt en daar gevoelig op bent, kijk om je heen. Want je bent niet alleen. Als verslaving, als depressie, als gedachten over de dood. Als die iets doen, dan is het je alleen maken. Bij God vandaan trekken en bij mensen vandaan. Kijk dan om je heen. Er is een gemeente om je heen. Ook als je als gast hier bent.
Je bent niet alleen. Het is toch een God? En wij zo graag zingen. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben. En ik zal er zijn. Kijk om je heen. Want je bent niet alleen. En of je vanmorgen nou iets herkent van die gevoelens, of gelijk iemand in gedachten hebt, of je bent hier in de kerk gekomen gewoon met dankbaarheid en je leven gaat zijn gangetje, zullen we vanmorgen maar met elkaar gewoon naast Job gaan zitten. Job die vanmorgen nog steeds zit op die puinhoop, die as op zijn hoofd, gescheurde kleren, in al zijn ellende. Wat heeft die man veel geïncasseerd, vindt u niet? Wat heeft hij veel op zich afgekregen? Bedrijf weg, dieren dood, knechten vermoord, kinderen overleden. Zijn vrouw die dat tegen hem zei, zijn lichaam kapot. Zijn hoofd vol vragen overdag en 's nachts wakker worden van nachtmerries. We gaan vanmorgen maar gewoon bij hem zitten. Na die 7 dagen en 7 nachten van stilte is het Job die zijn mond mag openen. Die vrienden zagen al dat leed zeer hevig was. En nu Job zijn mond open doet, ja, wat zegt hij dan? Hij vervloekt zijn geboortedag. Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben. En de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvangen. En je kunt het lezen als iets heel afstandelijks en feitelijks. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in vers 24... dan gaat het over jammerklachten. En uit het grondwoord blijkt dat het gaat over dat Job het brult. Hij brult het uit. Hij schreeuwt. Was ik maar nooit geboren? Had ik maar nooit geleefd? Hier klinkt de klacht van een kwetsbaar en wanhopig mens. Als Job zijn eigen geboortekaartje in handen zou hebben gehad, dan zou hij die verscheurd hebben. Was ik maar nooit geboren? Al zou die jarig zijn geweest en een verjaardagskaart kwam, verscheurde die hem. Een diepe klacht. En je merkt het aan de manier van schrijven. Want er wordt anders geschreven dan in de 2 hoofdstukken hiervoor. Hoofdstuk 1 en 2 is wat meer beschrijvend. Nu wordt het meer in dichtvorm gedaan. En de inhoud van de woorden, maar ook de stijl waarmee geschreven wordt, het moet 1 duidelijk punt maken. Dit is zwaar. Job die gebruikt daarbij 2 Hebreeuwse manieren om dingen krachtig neer te zetten. Het parallelisme en tegenstellingen. Een parallelisme, dat is dat je 2 keer hetzelfde, of soms zelfs 3 keer hetzelfde zegt op een iets andere manier. Bijvoorbeeld, het is donker, het is duister. Dan zeg je eigenlijk hetzelfde op net iets andere manier, parallelisme. Maar ook tegenstellingen. Licht tegenover duisternis, dag tegenover nacht. Nou, dat is precies wat Job hier doet. Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben. En de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvangen. Laat die dag duisternis zijn. Laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen. Laat er geen lichtglans over schijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen. Laat wolken hem overdekken. Laat verduisteringen van de dag hem angst aanjagen. Dag, nacht, licht, donker. Het lijkt hier wel een explosie. Een uitbarsting van een radeloos mens. Intens is hij geraakt. Moet ik het met dit leven doen? Deze ellende is toch geen leven? Dit is toch geen leven? Is toch geen leven meer? God, als er niets meer in zit dan dit. Waardeloos. 0 punt. Zo zitten we vanmorgen bij Job. En we zien dat die man die zo dun geworden is, die vieze plekken op zijn huid, zich krabben. We zien aan zijn ogen en we merken aan alles wat hij doet, dat het menens is. Heeft u het ook wel eens gehad, dat als je iemand zo op afstand zo ziet lijden, dat je dan soms er wel in kan komen, dat iemand zegt, Heer, ik wil eigenlijk niet verder leven. Dan kun je toch wel inkomen dat iemand bidt. Heer, neemt u hem alstublieft op in uw heerlijkheid, want dit is toch geen kwaliteit van leven meer?
Job die kijkt naar het leven en het is een en al onrust. Vers 26. Ik ben niet gerust. Ik ben niet stil. Ik heb geen rust. Er is onrust gekomen en Job die ziet nog maar één rustpunt. Dood zijn. Het enige wat rust kan bieden. Heftig. Wat moet je ermee? Deze woorden. Moet het hier vanmorgen over gaan? Je zult niet de eerste zijn die tegen me zegt: dominee, ik had nooit gedacht dat mijn man dit zou zeggen. Ik had nooit verwacht dat mijn vader dit soort dingen zou doen. Of misschien ben je ook wel zo iemand die zegt: ik had eigenlijk nooit van mezelf verwacht dat dit bij me boven zou komen. Dat ik dit zou zeggen. Ja, voor de mensen, ik hou me in, maar er kan soms wat boven borrelen. Ja, wie had dit verwacht van Job? Een tijdje geleden, die vrome, oprechte man. Die troostte mensen in hun verdriet. Die verzachte leed van anderen. Die was nabij in de pijn van dorpsgenoten. Maar je ziet het in het boek afdalen. Tot hier het nulpunt. Is die ook opgevallen? In hoofdstuk 1 is hij zijn bedrijf en zijn kinderen kwijt. En daar hoor je hem zeggen: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer is hij geloofd. Het is een gedicht. De lof op God. En God noemt hij Heere. Verbondsgod. Maar dan de trap naar beneden, hoofdstuk 2. Die ook zijn gezondheid kwijt is. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? Geen gedicht. Geen lof op God. En niet meer Heere. En vanaf het einde van hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 38 lees je nergens meer Heere met allemaal hoofdletters. God wordt God. Die verbinding, die verbondsnaam, die verdwijnt. En het valt ons toch ook wel op, als Job zegt: zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet? En dan staat er niet van God ontvangen. Dan staat er in hoofdstuk 2 al: in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Met zijn lippen niet, maar daaronder. Het borrelt, het bruist, het kookt. Het is als een ballon die maar verder opgeblazen wordt en dan knalt hij. Of als je het donkere weer hebt en je voelt dat er regen gaat komen, dat er onweer in de lucht zit, het is drukkend en dan komt op een gegeven moment die donderslag. En zo loopt het op in het leven van Job en het barst los. Waarom leef ik nog? Als het Job kan overkomen, kan het elk mens overkomen. En elk mens heeft een breekpunt. Elk mens heeft een grens. En wat moet je hiermee vanmorgen? Nou, laten we allereerst maar dit zeggen. Dit mag blijkbaar. Dit mag in de kerk. En dit mag een gelovige doen. Ook, het is misschien heel goed, als dat is klinkt, gewoon vanmorgen in onze samenleving. Een samenleving van mooie foto's met Photoshop. Een samenleving waarin het voor het oog vaak zo mooi is. Dat God in zijn Bijbel, God in zijn woord, ruimte geeft aan een kind van God dat op de bodem van zijn bestaan zit en zegt: ik wil eigenlijk niet meer leven. God geeft er ruimte aan. En Job is niet de enige die dat mag doen. Want Job, de dienaar van de Heere, die doet het. Maar ook Elia, de man Gods. Elia die we kennen van de Karmel. Die er aan 1 Koningen 18 staat op die berg. Het volk rondom hem. Die zegt: de God die antwoordt door vuur, die is God. En hij spot die Baalpriesters uit die zichzelf snijden en dansen. Roep toch wat harder. Hij slaapt. Zoveel lef dat hij zegt: gooi maar water over het altaar. En als Elia bidt, dan komt er vuur en verteert alles. Dan slacht Elia honderden Baal-profeten af. Dan gaat hij bidden om regen. En dan komt het niet gelijk, hij houdt vol en er komt regen. Elia, een man van God, een man die een voorbeeld is voor zoveel die dan niet geloven. En 1 hoofdstuk verder. 1 bericht van Izebel. En wat doet hij?
Elia loopt naar de woestijn. Laat alles en iedereen achter, ook die knecht die erbij was, die wolk als eens mans hand had gezien. Hij laat hem achter, alles en iedereen die hem kan helpen en wijzen op God, hij laat hem achter. Hij loopt een dagreis de woestijn in, gaat onder de struik liggen en zegt, neem nu mijn leven, Heere, het is genoeg. Ik wil niet meer leven. Elia heeft een doodswens. Job, Elia, Jeremia. Jeremia, de man die gedreven wordt door God om te profeteren. De man die met God leeft, maar niemand wil luisteren. Wordt hij ook nog gevangen gezet in een blok. En hij ziet het oordeel over Jeruzalem komen. En dan moet je horen wat hij zegt in hoofdstuk 20, vers 14 en 18. Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn. Waarom toch ben ik uit de baarmoeder naar buiten gekomen? Om moeite en verdriet te zien? En omdat mijn dagen zouden eindigen in schande? Job, Elia, Jeremia. Drie kinderen van God met een doodswens. Drie kinderen van God die veel betekend hebben. Maar die zeggen, het leven hoeft voor mij niet meer verder. Het kan een kind van God overkomen. En u, kind van God, als u hier iets van herkend hebt, of herkent op dit moment, u bent niet alleen. Het mag. God zegt dat het mag. In hoofdstuk 42, dan ontbrandt de toorn van de Heere wel tegen die vrienden van Job. Maar niet tegen Job zelf, want Job heeft wel juist gesproken. Maar nog wel dit. Als u hier iets van herkent, ga dan alstublieft niet zo ver als dat Satan wil. Satan die drijft Job in het nauw, in de hoop dat hij God vaarwel zegt. En zijn vrouw zegt het toch ook, zeg God vaarwel, sterf. Maar laat het alstublieft niet zo ver komen. Ja, je mag klagen en je mag je gedachten uitspreken naar God. Maar alsjeblieft, laat je niet bij God vandaan trekken. Job vervloekt zijn geboortedag en niet God zelf. En als je hier zit vanmorgen en je zegt, ja, ik herken hier totaal niks van in mijn eigen leven. Gezegend ben je. En als je dan iemand tegenkomt die ermee te maken heeft, doe dan maar als die vrienden. Die laten Job uitpraten. En als God de ruimte geeft aan Job om dit allemaal uit te zeggen, laten wij die ruimte dan ook maar geven. Als God de ruimte geeft aan Elia om zo diep te komen, laten wij die ruimte dan ook maar geven. En laat dat dan ruimte zijn om te vechten. We gaan naar het tweede punt van de preek. Vechten. Ja, Job die zegt, geen licht maar duisternis, geen dag maar nacht. Hij wil echt geen licht. Kijk maar in vers 9. Laat de sterren van zijn schemering verduisterd worden. Ja, zelfs de sterren, ik wil ze niet zien. Iets verderop in het vers. Laat het dageraad, dat het iets begint te lichten aan de horizon 's ochtends. Laat dat licht alsjeblieft niet komen. Geen licht. Job, in hoofdstuk 3 gaat het ook dieper. Hij vervloekt de dag van zijn geboorte. Je proeft wat hij met allerlei verschillende woorden zegt. Was ik maar dood geboren? Of nog eerder, was ik maar als een miskraam ter wereld gekomen? Was ik maar niet verwekt? De rust van het graf is aantrekkelijk voor Job. Maar bij Job proef je geen doffe gelatenheid. Job roept, Job klaagt, Job schreeuwt. Job vervloekt zijn geboortedag. Maar hij is aan het adres van God. Waarom geeft God aan een ellendige het levenslicht? God, waarom geeft u mij het levenslicht als mijn leven zo ellendig moet zijn? Vers 23. Waarom geeft God het leven aan iemand voor wie hij de weg verspert? God, u geeft mij het leven, maar al wil ik dan leven, dan staat u voor mij en kan ik niet verder. U zet mij vast. God, hoe moet het nou? Een diep gelovig mens dat zulke taal uitslaat. En als u die woorden van Job vanmorgen zo eens wat op u in laat werken. Als u dan mag kiezen, zou u dan zeggen dat dit gelovig is of ongelovig wat Job doet? Typeert het nou geloof of ongeloof?
Wat denkt u? Ik denk dat het meer van geloof laat zien dan van ongeloof. Want ongeloof keert zich af van God. Geloof keert zich tot God en hier zelfs tegen God. Job is niet gelaten, dat kom je soms tegen, dat mensen gelaten zijn. Gelatenheid, van ja, het is maar zo, er zijn geen mensenhanden die het je aandoen. Maar gelatenheid is wat anders dan overgave. Gelatenheid van ja, het is maar zo, dat heeft iets doods in zich. Dan liever vechten. Job die heeft zoveel met God, dat hij dit kan zeggen, dat hij dit durft te zeggen. Job heeft zoveel opgebouwd met de Heere, dat hij dit durft te zeggen. Kijk, als het een vreemde is die iets aandoet, denk je, ach ja, ken hem toch niet. Zie ik ook nooit meer. Maar als het iemand is van wie je houdt, aan wie je heel je hart gegeven hebt, met wie je leeft en wie je vertrouwt, en die doet de deur voor je dicht, die krenkt je. Dan raakt dat toch. Job zegt, ik kan niet uit de voeten met God, maar ik wil hem ook niet kwijt. En begrijp me overigens goed vanmorgen. Ik zeg niet dat u moet vloeken. Ik zeg ook niet dat u per se moet vechten. Maar laat er in ieder geval geen gelatenheid zijn. En er kunnen er ook zijn vanmorgen die veel op zich af hebben gekregen. En die zeggen, ik heb rust. En ik heb vertrouwen. Ik heb geen behoefte aan roepen, aan schreeuwen, aan boos zijn. Ik geloof dat wat God doet goed is. Ik heb er genoeg aan om te zien op de Heer Jezus die voor mij geleden heeft. En wat Job doet, ik zie het, maar ik word daarvoor bewaard. Want mijn hart is vol van liefde voor de Heer en ik vertrouw op Hem. Dat mag. Je hoeft zo diep niet te komen. Maar als je toch in die diepte zit, laat er dan geen gelatenheid zijn, maar vecht alsjeblieft. Klop, zoek, bid. Want wie klopt, wordt opengedaan. Wie zoekt, die vindt. En wie bidt, die ontvangt. En wat ontvang je dan? Zijn Heilige Geest. Die ontvang je zeker. Die Geest die je iets van Jezus laat zien. Bij Job proef je dus een stukje dubbele pijn. De pijn van alles wat hij als mens moet meemaken. Maar dan ook de pijn naar God. God, wij kennen elkaar toch? We leven toch met elkaar en u doet nu dit? En er is dus ruimte voor om te vechten met God. Moet je eens horen wat de dichter van Psalm 77 zegt. Dacht ik aan God, dan kermde ik. Dan bezweek mijn geest. Dus niet dacht ik aan God, dan heb ik daar mijn toevlucht en ellende. Nee, dan krimp ik juist ineen. En mooi dat Psalm 121 zingt. God slaapt nooit, hij is altijd wakker. Hij sluimert niet. Maar de dichter van Psalm 44 zegt, om u worden wij de hele dag gedood. Word toch wakker, God. Waarom zou u slapen? Ontwaak. Waarom verstoot u ons? God die je wegstoot. Jeremia 14, vers 8. U bent toch de hoop van Israël? U bent toch de verlosser in tijd van benauwdheid? Waarom zou u dan zijn als een vreemdeling? U bent vreemd voor mij. God, ik snap u niet, ik begrijp u niet. Klaagliederen 3. Weet je wat de dichter daar zegt? God is als een loerende beer voor mij. Die op me loert om me te pakken. God is als een leeuw op verborgen plaats die mij probeert in de val te krijgen. En misschien is het dan nu ook te vroeg. Te vroeg in de preek om de lijn te trekken die ik heel graag wil trekken. Ik sprak een predikant die zelf een depressieve periode had meegemaakt. En hij vertelde dat je geneigd bent om als mensen in de put zitten, om dan iets hoopvols, iets over de houvast in de Heer Jezus te lezen. Maar hij zegt, voor mij was het vaak te vroeg. Het was voor mij juist troostrijk dat ene bezoek, dat iemand kwam en die las een stukje van een donkere psalm, die bad en die ging weg. Het troostte mij dat ik zag nog geen licht en dat er stukken in de Bijbel zijn waarin dat dus ook nog niet is. Later kwam dat weer. Het kan dus voor iemand vanmorgen te vroeg zijn dat ik nu de lijn doortrek naar de Heer Jezus.
omdat ik zo graag hem schilder, die om mij te redden af wilde dalen in de duisternis van ons bestaan, die in het duister kroop door Gethsemane, die smeekte aan zijn vader: Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die verraden werd door een vriend, die verlaten door zijn vader. Op Golgotha werd het donker. Klinkt toch heftig. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus hing in de duisternis, zonder mensen tot steun, zonder God. Waarom deed hij dat? Dat deed hij vanwege mijn zonde, vanwege mijn ongerechtigheden, vanwege mijn fouten. Dat deed hij om mij perspectief te bieden in de duisternis van het leven. Hij gaf geen antwoord, de Vader, maar hij scheurde het voorhangsel in tweeën en liet daarmee merken: er is toegang tot mij. Jezus, hij leed, zodat ik in hem mijn goede herder mag vinden. En dan moet ik dan door het dal vol schaduw van de dood, dan mag ik met Psalm 23 belijden: toch vrees ik niet, want u bent met mij. Ik begrijp niet alles, het is nog donker en dor, maar u bent met mij, u de goede herder. Ik begrijp nog niet, maar ik weet, u bent erbij. Ik bid u toe dat die herder, ook als het donker is, bij u bent. Een aantal jaren geleden dat een jonger iemand contact met me zocht. Had een moeilijke jeugd gehad. En ze wist niet echt wat liefde was. Ze kon het niet geven, niet ontvangen. En ze straalde één grote onrust uit. Het was echt donker in haar leven. Ze vertelde me dat ze geen reden meer zag om te leven. Het enige aantrekkelijke was de dood. En ze stelde me de vraag, heel serieus: dominee, zou God het erg vinden als ik een einde aan mijn leven maak? Dan ben ik niemand meer tot last en ben ik gelijk bij hem. Ze was moe van het vechten. We spraken met elkaar. Onder andere het zesde gebod kwam ter sprake: u zult niet doodslaan. Ja, dat gaat ook over jezelf. Je mag ook niet jezelf van het leven beroven, het is zonde. We spraken over Saul en Judas, twee voorbeelden van mensen die zichzelf van het leven beroofden. We spraken er zo over. Het was ingewikkeld om naast zo iemand te zitten, om iets proberen te peilen van het verdriet en dan een woord van God te spreken en te troosten. Maar als je hier iets van herkent, zou ik zeggen: ga die weg niet. Vecht liever met God en kijk om je heen. Want je bent niet alleen. Zou God, die bij machten is om het leven te geven, ook niet jou kunnen gebruiken? Zou hij niet zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kunnen geven? En dan zeg ik er ook wel gelijk bij, met dat ik zeg: doe het alsjeblieft niet. Zeg ik er ook gelijk bij: er is ook vergeving voor die zonde. Er is ook genade voor mensen die geen uitweg meer zien dan de dood. Er is genade voor mensen die zo ziek zijn dat ze niet meer nadenken en zichzelf van het leven beroven. Het is geen onvergeeflijke zonde. Maar vecht alsjeblieft. Vloeken, vechten en tot slot, als derde, vrezen. Misschien zit je hier vanmorgen in de kerk en zeg: ik ben dankbaar dat ik niet zo diep zit als Job. Ik herken dat niet, van dat depressieve van die predikant en die vraag van die jongeren, nooit gehad. Ik ervaar het niet zoals Job. En voor mij voelt het vanmorgen een beetje van: oké, dit is voor anderen. Dit gaat niet over mij. Maar kijk dan nog eens met me mee naar vers 25. Want dan schrijft Job: want wat mij angst aanjoeg is tot mij gekomen. Dat waarvoor ik beducht was is mij overkomen. Job zegt dus: ik was er al bang voor. Ik was er al beducht voor. Ja, in hoofdstuk 1 hebben we gelezen dat hij bang is dat zijn kinderen God vaarwel zeggen. Maar blijkbaar was Job ook al bang om alles kwijt te raken. Was Job bang dat zijn vrouw zo zou doen? Was hij bang dat zijn kinderen zouden overlijden? Was hij bang dat hij ziek zou worden? En misschien is dat ook wel herkenbaar voor mensen van morgen.
Want ja, je bent blij en dankbaar bijvoorbeeld met een zwangerschap. Wat kun je bang zijn? Het zal toch niet misgaan? Je kunt dankbaar zijn voor je gezin. Het zou mijn kinderen toch niks overkomen? Je kunt blij zijn met je gezondheid en alles wat je hebt en waar je dankbaar voor bent. Maar er kan toch ook een angst zijn? Wat als ik die ziekte ook krijg die mijn moeder kreeg? Kan gebeuren. En hoeveel zijn er niet die maar niet meedoen met het bevolkingsonderzoek, want bang voor de uitslag? Of hoeveel zijn er niet die zeggen, ik doe het wel, maar ik ben zo gespannen. Job zegt, ik was er ook al bang voor. Soms dan kunnen wij zeggen, een mens lijdt het meest en het lijden dat hij vreest. Maar dat nimmer opkomt dagen, maar hier bij Job gebeurt het wel. Dan hoop ik dat als u iets van die angst herkent, als je bang bent om dingen kwijt te raken, wat ziekte je overkomt, dan hoop ik dat het je brengt waar het Job bracht. Job leefde vroom, oprecht, godvrezend. Hij klampte zich vast aan God. Hoe zou het Job vergaan zijn, al had hij niks met God gehad? En hij zou God moeten zoeken, zo op de puinhoop van zijn leven. Laat alstublieft onze angst en dat wat waar we beducht voor zijn, ons brengen bij de Heere. Laat het ons ertoe brengen om hem te zoeken. En laten we ernaar staan dat ons paspoort getekend is. Want, broeders en zusters, we hebben toch eigenlijk maar één zekerheid in het leven. En dat is dat er een einde aankomt. En dan staan we voor God. En als je nou in de Heer Jezus gelooft, dan geeft Hij er als het ware nog een zekerheid bij. Dat die verbinding met Hem, ook al voel je die zelf niet, dat die nooit verbroken zal worden. Zoek daarnaar. Wie zoekt, die zal vinden. En dan mag je voor Hem staan met alle angsten die jij beleeft in het leven. Maar dan word je daarvan verlost. Mag je bij Hem zijn. En dan hoop ik dat er in het leven gebeurt wat er gebeurde in Matteüs 14. Wat gebeurde daar? Er zijn discipelen bang, bevreesd en angstig. En in die angst leren ze nou juist Jezus beter kennen. In Matteüs 14 is de storm op het meer. Jezus komt over het meer aanlopen. En de discipelen zijn bang, want de golven zijn heftig. En ze schrikken ook nog als ze hem zien. Het is een spook. Angst, onzekerheid, het vervult ze. En even later vraagt Simon Petrus, beveel mij dat ik naar u toe loop. En Simon loopt op het water. Maar als hij dan de winden ervaart, wordt hij bevreesd. Hij zakt weg. En terwijl hij wegzakt, is daar de hand van Jezus die hem vastgrijpt. Waarom ben je bevreesd, kleingelovige? En dan staat er in dat gedeelte dat ze hem aanbidden en zeggen, werkelijk, u bent de Zoon van God. Door de angst heen, in het vrezen, leren ze meer wie hij is. En ik hoop dat u, in de moeilijke momenten van het leven, in de zorgen en pijn, in de donkere dagen, dat u daarin leert dat de Heer Jezus nou ook dan nabij is. Dat hij angstig werd in Gethsemane, bloed, zweet heeft uitgeperst om voor ons de goede herder te zijn. En dan kan het moeilijk zijn. Dan kan er gevloekt worden, gevochten worden, gevreesd worden. Maar dan mogen we toch weten, kijk om je heen, je bent niet alleen. En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, angst, zorgen, dat waar je voor beducht bent, vervolging, honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Kan het stormen, dan kan het donker zijn, dan kan ik de grip verliezen, maar dan weet ik, Hij laat mij nooit meer los. En dan hoor je misschien iemand vloeken, dan zie je iemand vechten, dan merk je iemand vrezen, maar dan zing ik het maar, voor die ander en voor mezelf, uit diepte van ellende. Roep ik met mond en hart,
tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw zijn. Aanschouw haar. Aanschouw hun. Aanschouw onze. Aanschouw mijn smart. Amen.
Zullen we samen in ons gebed tot God gaan? Heren, uit de diepten roepen wij tot u. Heren, onze God. En dan weet u, Heren, hoe de woorden van vanmorgen geklonken hebben. Hoe die bij ons binnengekomen zijn, of misschien helemaal niet. Wij leggen onszelf voor u neer. We danken u, Vader in de hemel, dat u ons geschapen hebt. Dat u ons het leven gaf en geeft. En we bidden u, blijf dan ook als een vader voor ons zorgen, in voor- en tegenspoed. Heer Jezus Christus, dank u wel dat u wilde afdalen in onze duisternis. Dat u bang bent geweest in Gethsemane, maar dat u hebt volgehouden. Dat u verlaten bent door uw Vader, zodat wij niet verlaten zullen zijn. We danken u dat we zoveel woorden van u krijgen in uw woord, die we over mogen nemen, die we ons eigen mogen maken. En Heere, geef ons dan als wij het dal van de schaduw van de dood in moeten en door moeten. Dat we dan niet hoeven te vrezen. Want u bent met mij, u bent met ons. Grote God, wij bidden u voor ieder voor wie het een heftig onderwerp is. Wees ons dan erbij, Heere, als die lijn naar u te vroeg kwam. Als wij in de duisternis zitten en geen perspectief zien. Heren, wij bidden u zo met en voor elkaar. Ook in het bijzonder voor diegenen die zojuist vanwege het onderwerp niet in de kerk zijn vanmorgen. Troost en wees nabij. Dank u wel, Heren, voor de mensen die om elkaar heen mogen staan. Dat wij als gemeente om elkaar heen mogen staan. En Heren, dat doen we in beperktheid. Maar wilt u ons dan ook wijsheid geven? Ambtelijk, maar ook als we op andere manieren bij mensen op bezoek komen, met mensen spreken. Geef ons dan wijsheid om te troosten. Geef ons inzicht in wat we mogen zeggen en wat we mogen doen. Heer, wij bidden u voor een ieder die depressieve gedachten heeft, die worstelt met verslavingen, wie de dood veel aantrekkelijker is dan het leven. Helpt u, Heer, om door te gaan. In uw handen zijn onze tijden. Heren, bewaar ons ervoor dat wij het nemen op onze tijd. Heren, we bidden u voor de nabestaanden, voor mensen die iemand moeten missen. Die niet meer verder wilde leven, niet meer verder kon leven. Heren, wat kan het een gemis zijn, een verlies, een pijn, een onbegrip. Maar grote God, we danken u dat er genade is. En dan oordelen wij niet, want het oordeel is aan u. Gaat u met ons mee, Heren. Wees ook ons nabij als er angsten zijn. Dingen waarvoor we bang zijn. Helpt u ons om in die angst te zien op u. Heer, het kan ons overkomen, net als bij Job. Maar geef dan dat er iets gegroeid is. Iets van vertrouwen. Van hoop en houvast. Van het kennen van u. Heer, laat ons zo allemaal, jong en oud, groeien in de genade en kennis van u. Laat een relatie mogen ontstaan. En versterkt u dan zelf wat u hebt gewerkt. Bouw zo uw koninkrijk de rest van deze dag, hier in onze gemeente, als er vanmiddag nog een doopdienst is, als er nog koffie drinken is straks, geef uw zegen, Heren, ook daarover. Zegent u het werk wat in de poster wordt gedaan, bouwt u uw koninkrijk in Veenendaal, in al die kerken, plaatsen waar uw woord wordt geopend, verheerlijk uw naam in Nederland. Gaat u verder met uw werk over deze aarde, Heren, deze wereld zucht. Alle oorlogen, geruchten van oorlogen, alle onrecht en het buitelt maar over elkaar heen. Heren, dan hebben wij het nog redelijk rustig. Maar wij bidden u, Heren, aanzie de smart van hen. Aanzie de ellende en het leed van die mensen. Hoor ons, Heren, en verhoor ons, niet om ons, maar uit genade om Jezus wil. Amen. Het is juist afgekondigd en u bent er als het goed is van op de hoogte dat we nu voor het eerst weer een fysieke collecte zullen hebben. De Heere, zegen u en de gave die u mag geven. En daarna zingen we onze slotzang, Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven.
Psalm 138, het vierde vers. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.